bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Broski, welkom terug bij de FIFA 21 Chelsea Career Mode. Mijn naam is Dwayne Staar en dit is aflevering nummer 6. We gaan even kijken naar het schema. We zitten in de maand... Wacht even. We zitten in de maand... mijn controller. Oh, oké, we zijn er weer. We zitten in de maand januari. We hebben, zoals altijd, 3 wedstrijden. We spelen de wedstrijd tegen Spurs. We spelen de wedstrijd tegen Manchester... Oh, ik dacht dat we door waren naar de volgende... Oké, we staan 3... Ja, we moeten sowieso spelen, want als we deze simuleren... Nee, we gaan sowieso simuleren. Oké, dan hebben we nog 1 wedstrijd. Nou, we pakken alleen de beste van de beste. De volgende wedstrijd is tegen Real Madrid. Wat is dit? Laatste 16? Laatste 32? Ik weet niet. Maar goed, we beginnen met de wedstrijd tegen Spurs. Spurs staat op plek 4. Ze doen het niet slecht. Dit kan weer een lastige wedstrijd worden. Maar wij hebben Lukaku. En als jullie de vorige aflevering hebben gezien... Trouwens, vergeet niet, ik ga weer herhalen, want dat is wat ik doe de laatste tijd, maar vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten als je nieuw bent, abonneer, en belletje aan. Ik heb het net echt letterlijk echt gewoon echt, ja ik weet, gewoon een paar minuten geleden verteld, de vraag, gewoon doen, ja man. We gaan beginnen aan de wedstrijd. Spurs, ik wil, wacht, heel snel, oké, we gaan gewoon hier doen. Spurs. Dele Alli. Op plek 8. 9 doelpunten. En ze hebben Vinicius met 9. En ze hebben Son met 8. Dat is veel vuurkracht. Qua assist hebben ze niemand in de top 15. Ze hebben wel Son. Maar Son is een van mijn favoriete spelers. En ze hebben Davies. En Dele Alli. Dele Alli doet het goed. Let's get it. We hebben een paar spelers die wij denk ik wel moeten gaan vervangen. Ik wil eigenlijk wel Frenkie wordt, ja, ik wil ze heel graag samen zien spelen, maar dat gaat nu niet gebeuren. Pulisic, Hudson. Maar ja, Pulisic, weet je wat, we geven jou de kans. We gaan jullie de kans geven. Hakim Ziyech, De Bruyne hebben we, wie? Mount. Mount is, De Bruyne krijgt rust. Gaan we gewoon doen. Suma is weg nu. Is naar West Ham, toch? Maar als we Van Dijk... tegen de Spurs. Maar Silva is nog steeds goed. Koulibaly gaan we ook vervangen voor Zuma. En dan laten we het zo weg... Ja, het is niet... Hè? Maar waar is... Wacht even. Ik zie geen Lukaku. Ik zou bijna die fout maken. Lukaku is niet eens fit genoeg. Om... Ja, misschien een helft. Abraham gaat nooit meer op de bank. Abraham is klaar. Oké, we gaan. De eerste wedstrijd is tegen de Spurs. En we spelen thuis. Houd ze in de gaten, ja. Mbappe en Son beide goed bezig. Mbappe ietsjes beter. En hier hebben we Son. Sorry man, ik maak screenshots, want ik speel nu op 4K. Ik ga het wel, denk ik, wel uploaden gewoon op mijn normale kwaliteit, want anders duurt het te lang. Maar ik wou wel gewoon screenshots. Mijn thumbnails zullen voortaan gewoon 4K zijn. Dat is gewoon echt gruwelijk. Ja man, want... Eindelijk een 4K scherm. Eindelijk. We gaan even kijken naar... We gaan even kijken naar de opstelling. Chelsea. Ja, oké. Die van ons is bekend. Donnarumma, Matthijs de Ligt, Silva, Zuma, Van de Beek, Kante, Mount, Pulisic, Ziyech en Mbappe, Haaland. Pulisic speel ik voor het eerst mee. Mount heb ik volgens mij in het begin wel 1 of 2 keer gebruikt. Silva wel. Zuma weet ik niet. Voor de rest. Ja, Van de Beek... Krijgen minuten en Tottenham. Ja, Ali speelt, Son speelt, Vinicius. Die doen het heel goed. Davies. Ik dacht dat hij een linksback was. Kimpembe. Is toch een cent... Hebben ze die omgewisseld? Oké. Ik wil weer niet... Meteen op achterstand komen. Dat is eigenlijk niet wat ik wil. In de vorige aflevering... Alle 3 de wedstrijden. Ah, kom op. Kom op. Oh! Zie je wat ik bedoel? Bijna gewoon op achterstand. Ik was kansloos. Maar die bal gaat net naast. Ja, dat is dus juist een van de spelers die het minder doet dan de rest in de voorhoede tenminste. Sorry man, ik kijk aan de verkeerde... Ja.
Ik zou denken voordeel. Ah, jammer. Onze bal Hakim. Kom op. Ja, 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 ja. Haaland, wat een actie. Wat een aanname. Yes. 1-0 voor. Tegen Spurs. Oké, ik wil even kijken naar die herhaling. Want die aanname van Haaland, hoe hij wegdraait, dat deed Lukaku in de vorige aflevering. Hier aannemen en meteen wegdraaien. En Haaland is ook vrij sterk. Hij is lang. Waarom kijk ik de hele tijd... Wacht even. Ik kijk de hele tijd verkeerd. We hebben de voorsprong te pakken. Eindelijk weer. Want de vorige wedstrijd, de vorige aflevering, alle drie de wedstrijden. Oh mijn god, dat haartje is gewoon nog steeds... Au! Haaland! Haaland kreeg geen volledige controle over de bal. Maar wel een goed schot. Alleen ja, we moeten wel nog één doelpunt gaan maken. Voor, sowieso voor de zekerheid. Want we hebben het wel over een ploeg die in de top 4 staat. Hè? Donny gaat hem niet krijgen. Die bal was bedoeld voor Donny. Ik snap niet waarom ze... Oeh, dat was heel... Zag niet uit. Finishes rechtsbuiten. Moura, Lucas Moura. Nee! Gelijk, gelijk, ja. Gelijkmaker, eigen doelpunt. Zonde van de... Ja, ik zei nog net, hè. Nog één doelpunt voor de zekerheid. Maar ja, kijk. Staat er weer gelijk. Wat krijgen ze? Kunnen ze niet afschoppen? Oh, mijn god. Dat verdiende een doelpunt. Kom op. Kom op, winnen. Hij wint, hij wint. Hakim. Aan de kant. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech! Jammer, man. Jammer, 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 jammer. Niks aan de hand. Wie is dit? Pulisic. Wegwezen. 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 Je komt hem niet meer tegen. Laatste. En hij gaat gewoon liggen. Als hij gaat liggen kan ik nooit meer. We hebben de bal wel, maar. Wat doet Lucas Moura? Waarom verdedigt hij? Ja, voor alle. Dele Alli. Wat een pas op Zon. Houd hem binnen. Ja, ik had niet anders verwacht. Eerste helft is bijna voorbij. Eerst zelf is voorbij. 1-1. We verdienen wel de overwinning, maar het gaat zwaar worden. Daar is geen bij het wel. Meeste maakt het niet snel, maar we zouden wat kunnen doen. We zouden het kunnen doen! Oh, wat een actie. Jammer. Ik zag het wel in mijn gedachten. Het zag er te beter uit dan de uitvoering, maar... Ah, dat is gewoon geen goed schot. Maar we gaan wisselen. Lukaku komt erin. Lukaku. Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Lukaku. Luki. Rolu. Wauw, dat duurde echt 10 seconden, maar goed. Rolu, kan jij toch het waar maken weer? Daar gaan we. Lukaku. 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 Bijna. We hebben de corner, we hebben de corner. Jammer, geen Virgil. Maar we hebben Lukaku. Kom op. Oh, dit zou niet... Nee, aanname van... Rustig aannemen. We hebben een linkspoor nodig. Waar is een link... Waar he... Nou, gewoon zo doen. Ah! En dan komen we natuurlijk niet bij de rebound. Kijk! Kom op, man. Moest wel. Gele kaart voor de licht. Ik krijg ze niet van de bal. Ja, het is wat het is. Ik wil gewoon eventjes nog één keer balbezit. Ik weet het zeker. Nou, wie geef je hem? Nee, Donny. De licht wil ik. Geen penalty. Ik zei het, hè. Gaat hij erop nog eens af? Ik zei het, geen penalty. Ik deed niks. Kijk, waarom doe je dat de licht? Dat deed ik niet. Deli. Oh!
Kouter, jongens! Moment! 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 Ik heb hulp nodig. Ik heb... We leven nog, maar... Lukaku! Van penalty stoppen naar bijna de overwinning. Lukaku één keer schieten. Het was... We hadden geen andere optie. Hoeveel tijd hebben we nog? Anders ga ik wat anders proberen. Dat was hem. Ja, ik dacht... Lange hoek. 1-1. We verspillen punten tegen Spurs. Weer niet met de beste elf, maar we hadden geen keuze. Even kijken. We hebben een paar andere wedstrijden. Deze gaan we allemaal simuleren. Dus... Maar we moeten denk ik met de tweede dan... Ah, ik denk het niet. We gaan gewoon. We moeten deze sowieso gewoon winnen. We winnen van Aston Villa. We winnen van... We verliezen van Burnley! We verliezen gewoon van Burnley. En dan winnen we met 4-0. We hebben gewoon verloren van Burnley. Oké, we gaan ons focussen. Dit is de return. We staan voor met 3-1, toch? Ik ben eventjes echt teleurgesteld, man. Moet maar eventjes herpakken. Even kijken naar de stand in de Prem. Even snel kijken, want het gat zal wel nu... Het is gewoon 5... Nee, wacht. Het is gewoon 7 punten nu met Liverpool. We hebben verloren van Burnley. Dat kan niet. Met het eerste elftal. Dit is wat ik bedoel als je het simuleert. Je kan gewoon niet verliezen. Anders hadden we 56 punten. En dan was het verschil 4. Is nog steeds veel. Maar dit is... Liverpool. Oh, we hebben gewoon punten laten liggen. We hebben gewoon punten laten... We kunnen... 7 punten is te veel. We hebben nog veel wedstrijden te gaan. Maar dan moet Liverpool gewoon ook punten laten liggen. En... Dat gaat, ik zie dat gewoon niet gebeuren. Hey, deze cutscene ken ik niet. Maar, of misschien wel. Misschien omdat het, ja man. Oké, we staan voor met 3-1. We hoeven, enigste gelijkspelletjes voldoende. Maar. De wedstrijd tegen Manchester City gaat bijna beginnen. Even kijken. Ederson, Zinchenko, Diaz, Laporte, Cancelo, Rodri, Aouar, Foden, Sterling, Kane, Mahrez. Aouar, ik kan me nog herinneren, die vorige wedstrijd tegen City. Dat hij een hele rare actie deed, waardoor ze scoorden. Kan ik me nog heel goed herinneren, Aouar. Ja, de vervanger van Kevin De Bruyne deed het goed. Maar ja, we hadden wel gewonnen. Het verschil is dus 3-1. Het verschil is 2 doelpunten. Bro, je weet wat ik bedoel, man. Dit is de opstelling van Chelsea. Maar volgens mij zijn dit onze eerste elftal. Haaland, je moet presteren, want Lukaku, bro. Haaland, je gaat er 100% afgaan in de tweede helft. Ga gewoon kalm blijven, jongens. Ga gewoon lekker kalm blijven. Dat was een te groot... Frenkie heeft ook een paas in huis. Haaland. En Mbappé met de volgende kans. En weer geen doelpunt. Maar wij hoeven niet te winnen. Gelijkspel is voldoende. We gaan altijd voor de overwinning. Maar dat hoeft niet. Dus er is niet zo'n druk. Oké. Gaat hem worden. Mbappé. Sowieso. Daar is het einde voor Manchester City. Einde oefening. Een klein beetje geluk met die aanval. Hier hebben we Mbappé. En we gaan de wedstrijd winnen. Sowieso. Sowieso. Ik ga dit niet uit handen geven. Het staat dus nu 4-1. Mbappé geeft hem op. Wie is dat? Dat is volgens mij Frenkie, ja. Kante. Helemaal naar de andere kant doen ze goed. Cancelo. Harry Kane. Ja, netjes. Daar gaat Kylian. Mbappé! Met Ederson met de redding. Mooi schot. We zijn duidelijk beter. Dat is fijn. Lekker rustig wachten. Want wie loopt er mee? Helemaal achterin. Ja, ja. Ke. Is het getimed shot? Staat dat aan? Hier. Wat is dat? Ik wil weten wat er...
Het is. Waarom staat dit aan? Dat staat nooit aan. Wauw, nog nooit. Ik heb het altijd uitstaan. En nu staat het ineens aan. Serieus, FIFA? Weer een vorm van fraude? Oh nee. Matthijs de Ligt heeft ook een paas in huis. Iemand moet mij vertellen wat er mis is daar. Kijk, Aouar is een 5-star skiller, toch? Of zo? Oh! Ah! Ah, nou, jongen. Kante, kom op, man. Dat was sowieso een doelpunt geweest. Nu is Kante weg. En nu heb ik een klein probleempje. Aouar. Virgil. Nee, het is toch niet geloof. Het is buitenspel. 100%. Het kan zijn dat het beeld stotterig overkomt. Stotterig? Is dat een woord? Het is nu een woord. Maar in ieder geval, dat komt omdat ik op... sorry. Dat komt omdat ik op 4K speel. Maar mijn videokaart had dat niet op gerekend, man. Dus je weet het. Mendy moeten we eigenlijk uit FIFA. Koulibaly, je zou moeten doen wat je moet doen. Ja, ik zat te wachten op het laatste moment. Davies is snel, maar hij heeft geen conditie. Maar waarom niet naar... Maakt het uit. Nee, we scoren en het is afgelopen. Ik wou hem geven voor Mbappé. Maar nee. Kevin De Bruyne, de aanvoerder, met de genadeslag. Sowieso. De mokerslag. Moker, genade, allebei goed. Nogmaals, Davies hier. Kijk, Mbappé was vlak daar. Ik snap... Mbappé struikelde over zijn eigen voet gewoon. Onze bal. Hebben we ergens nog geluk of gaan ze scoren? Het is optie nummer 2. Ze gaan scoren. Geen penalty. Hoppa. Oh mijn god. Ze hebben de vrije trap. Harry Kane gaat hem zelf nemen. Van die positie hebben we iemand nodig daar. Ja. De Ligt. De Ligt. Let's go. De Ligt. Weg. Afvallende bal natuurlijk. Ah, kom op man. Kom op man. Rood voor Virgil. Gaat hij de finale missen? Virgil, nee, 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 nee. Ik pak niet vaak rode kaarten. We gaan onze beste verdediger missen. Rodri, raak hem niet aan. Haal aan. Draai weg. Oeh. Jammer. Serieus? Koulibaly, serieus? Koulibaly. Nee. Hey, kom op nou, man. Let op De Ligt. Kijk. Hij doet niks. Maar ik drukte op weg. Het maakt niet eens uit. We gaan door naar die finale. We gaan Virgil van Dijk missen. Maar het is ons gelukt. Alleen deze wedstrijd. Het was echt jammer, man. Sommige doelpunten tegen. Maar ja, we gaan door naar die finale. Even kijken. Sheffield United moeten we winnen. Winnen wij van. Stop, stop, stop. We moeten met het tweede elftal tegen Real Madrid. Dus dat is wat we gaan doen. We moeten het op gaan nemen tegen Fulham. Moeten we ook winnen, sowieso. En dan hebben we Crystal Palace met het tweede elftal. We hebben geen andere keuze, want we willen natuurlijk zo fit mogelijk zijn. Tweede elftal. Ik speel de hele tijd met het tweede elftal. Dat is niet wat ik wou. Maar oké, ik heb geluk. Ik heb wel alles gewonnen. Al die mailtjes. Het is gewoon echt... Oh mijn god, zoveel mailtjes. Ja. Ik zal het wat. Je speelt omdat ik met het tweede elftal speelde. Oké, we gaan ons focussen. Niet op deze wedstrijd. Deze gaan we simuleren. We gaan ons focussen op de wedstrijd tegen wie gaat? Ging het tegen Real? Ah, het is echt waar, man. Kijk, ik ga jullie laten zien mijn tweede elftal. Ga ik gewoon laten zien. Ik ga jullie gewoon laten zien. Nogmaals, want jullie weten het al. Maar kijk naar dit tweede elftal. We hebben Werner, Lukaku, Havertz, Mount van de Beek. Op de flanken zie ik Hudson-Odoi. Oké, Hudson-Odoi. Maar dan achterin Silva, Suma en... Oké, Sardan en Mendy. Hoe kan je... Daar heb ik heb... Sorry Koulibaly, maar we hebben je nodig voor de wedstrijd tegen Real. Maar ik moet even wat kijken, want Abraham, Lukaku.
Luca. Heb ik het? Ik drukte erop. Kom op, man. Maar ja, we hebben punten laten liggen. Premier League gaan we officieel gewoon niet kunnen winnen. Het is gewoon wat. Oeh. En dan hebben we de volgende aflevering. De wedstrijd tegen Manchester United. Hè? Ja. Nou, laatste wedstrijd. We gaan het opnemen tegen Real Madrid. En we gaan naar Spanje. Laatste 16. Laatste 16. We laten gewoon de hele tijd punten liggen, my guys. Hele tijd, bro. Ik weet niet wat ik moet zeggen, man. Ik ben echt gewoon teleurgesteld. Hoe laten wij elke keer punten liggen? Kijk naar de spelers die wij hebben. En nu gaan we het opnemen tegen Real Madrid. En we zijn in Spanje. Dit is gewoon een uitwedstrijd. Alaba speelt daar. Ik heb Camavinga niet daarin, want dat... maar ja, hij gaat niet. Camavinga is nog niet zo goed in het spel. Maar, ja. Oké, okay, we gaan ons voorbereiden op de wedstrijd. Virgil van Dijk gaat de finale van de Carabao Cup missen. Maar we kunnen dat denk ik wel opvangen. Dat hoort geen probleem te zijn. Maar dat we de kans is heel groot dat wij gewoon de Premier League niet gaan winnen. En dat doet pijn. De Premier League is... pijnlijk. Het is gewoon pijnlijk. Dit zijn de 11 voor Real Madrid. Hazard speelt. Asensio. Aubameyang op de bank. Kroos op de bank. Sofie op de bank. Mendy, Alaba, Militao, Carvajal, Casimiro, Valverde, Modric, Hazard, Benzema, Asensio en natuurlijk Courtois Abdou. Wij spelen met onze sterkste 11, dat weten jullie al. Let's get it. Daar hebben we de pass. Is daar een kans? Ah, Courtois. Hey! Courtois maakt de fout! Dat heb ik nog nooit gezien. Courtois met een gruwelijke inschattingsfout. Maar ja, dan hebben wij natuurlijk ineens niemand. Hakimi, wat gaan we doen? Hakimi. Gaan we terug. Hakimi! 1-0 voor Chelsea. Wat een aanval. In het begin van het seizoen waren Hakimi en Davies vaak aanwezig bij doelpunten. De laatste tijd niet meer. Maar dat komt ook omdat ik niet meer gebruik maak van de flanken. Dat moet ik eigenlijk wel blijven doen. Ik vergeet dat misschien een klein beetje. Omdat we natuurlijk zoveel goede spitsen hebben. Dus dan wil je eigenlijk alleen maar met die spitsen zelf spelen. Maar je kan ook gewoon via de flanken en dan gewoon, weet je toch, voorzetten geven. Gaan wij proberen te doen. 1-0. Ja, Zidane. Wat doe je nog steeds daar? Straks naar... Amsterdam rijden. Sorry, even dit. Hoe komt hij daar? Hij is te scoren. Hou maar op, man. En dat liedje erbij. Ja, Benzema. Een van de beste spits van de wereld. 100%, no cap. Hij en Lewandowski. Hè? Penalty. Zeker een penalty. Wat gaat er allemaal fout, man? Weer Virgil met de gele kaart. We stonden voor met 1-0. Penalty killer. Donnarumma! Stop. Wat was dat? Dus je wil zeggen dat dit niet een aanraking is, dus die bal moet... Kijk hier. Kijk. Dit? Ik kan er niet meer tegen, man. Haaland! Nu hebben we echt onze spitsen nodig. Oh, kom op, man! Als dit een penalty is, gewoon doorgaan. Het is gewoon weer een penalty. Hij mist! Oké, gerechtigheid! Nee! Counter. Wat de... Yo, jullie spelen met me, man! Hé, wacht even. Ik val bijna uit mijn stoel. We gaan gewoon verliezen met 3-1. Dat liedje wil ik niet meer horen. Luca! Penalty! Okay.
Wie gaat hem nemen? Laat maar raden. We zijn terug in de wedstrijd. Kom op. Kom op, Hakimi, nog één keertje. Woe! Wat voor geluid het was, ik weet het niet. We hebben verloren, maar er komt nog één wedstrijd. En die wedstrijd is op ons terrein, spelen thuis. Dus alles, alles is nog mogelijk, maar ja, het was zwaar, man. En we hebben de finale. We hebben de finale tegen Manchester United in de volgende aflevering. Ik ga heel even snel kijken, maar eigenlijk wil ik niet kijken, want ik weet, de Premier League gaan we nooit meer kunnen winnen. Dat is gewoon echt pijnlijk. Het verschil met Liverpool is maar 5 punten. Dus als wij dat gelijkspelletje, dan hadden we 62, hadden we nog een kans gemaakt. Oké, luister, ik ga het gewoon hierbij laten, want we hebben in de volgende, wacht even. Oké, we hebben de finale tegen Manchester, voor de beker. En dan wat hebben we nog meer te doen? Oké. Even kijken, ja, de return. En daar hebben we de wedstrijd tegen Liverpool. Als wij winnen van Liverpool, is het gat 2 punten. Wij moeten 100% winnen. Er zijn nog een paar wedstrijden te gaan. Er zijn nog best wel veel wedstrijden te gaan. Broskies, vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nog niet bent geabonneerd. En natuurlijk belletje aan. De finale komt eraan. I'm out.